Zo, wat u hier ziet is een oude versie van de proef ter bepaling van de gaswet bij constant volume. En ik herinner mij deze proef nog, dat was een heel erg vervelende proef om te doen, hè. Voor te beginnen heb ik hier nu in deze U-vormige buis water gedaan met een beetje inkt, hè, omdat je er anders niet veel van ziet. Maar als je daar grote verschillende drukken, hè, grote drukverschillen moet ik eigenlijk zeggen, mee wou meten, kon je dat niet met water doen. Want dat water zou meteen hier uit dat open gedeelte komen gespoten. Het minste dat die druk aan deze kant, hè, in de kolf stijgt, gaat die dat water eruit duwen. Dus als je grote drukverschillen wil meten, moest je dat met kwik doen. Een vloeistof die 13,5 keer zwaarder is dan dat water met een beetje inkt. Maar ja, dan zet je natuurlijk voor te beginnen al met een giftige stof. Dus dat is al een beetje vervelend, hè. Ten tweede, om de druk te meten in de kolf hier, moest je telkens de atmosferische druk die aan deze kant heerst nemen en daar dan in dit geval bij optellen de hydrostatische druk van dit hoogteverschil. Je ziet dat de vloeistof hier hoger staat dan daar. Dat wil zeggen dat er aan deze kant meer druk is. En dan moest je met rho maal g maal h uitrekenen, met de dichtheid van kwik, 13.600 denk ik. Kilogram per kubieke meter, dat doe je dan maal deze hoogte en maal 9,81. Dat telde je dan bij de atmosferische druk bij. En daar was je toch altijd een hele tijd mee bezig. Ik weet dat we op het einde van de les een aantal metingen hadden gedaan bij verschillende temperaturen voor deze kolf. De druk helemaal hadden berekend. Dan hebben we 4, 5 metingen gedaan. En dan dacht iedereen dat die proef over de hydrostatische druk ging, terwijl dat eigenlijk hier maar een middel is. Maar we waren heel de tijd met die rho maal g maal h en die kwik en zo bezig. Heel vervelend, hè. Eerst en vooral, ik hoop dat ik dat kan doen terwijl ik mijn telefoon vasthoud. De druk is nu ongelijk. Dat komt natuurlijk door het opduwen van die stop. Dus waar ik meestal mee wou beginnen, is eventjes zorgen dat er wat lucht langs kan. Ik hou het zelf een beetje in doog. Gewoon een beetje lucht. Ik ga eventjes mijn telefoon neerzetten. Even kijken of ik die op een plaats kan zetten dat jullie er wel nog iets kunnen zien. Zo niet, dan pak ik hem zo biedt wel terug vast. Is ook geen probleem. Even kijken. Ja, je kunt even iets zien. Dus je ziet dat hoogteverschil nu. Als ik hier een beetje open laat, hè. Zorgen dat er lucht langs kan. In dit geval zal er wat lucht moeten ontsnappen. Dat is gebeurd. Ah, voilà, kijk. Zo. Dus ik heb nu wat lucht laten ontsnappen. Het is terug afgesloten. En als het goed is, ga ik even kijken. Eventjes zien, hè. Zo. Nu staan de vloeistoffen in beide beentjes even hoog, ongeveer. Ja, ik heb al beter gezien, maar goed. En die proef was eigenlijk, ja, een gecompliceerde, gecontroleerde versie van dit opwarmen. En ik kan dat zelfs gewoon met mijn hand doen. Omdat dat nu water is, gaat dat vrij spectaculair stijgen. Kijk goed naar het vloeistofniveau hier. Je mag ook daar kijken, maar hier ga je het zien stijgen. Hopelijk ga je het daar zien dalen. Goed kijken, hè. Dus de temperatuur van mijn handen is eigenlijk al voldoende. Om hier een flink hoogteverschil terug te creëren. Hè. Maar natuurlijk, dit is niet meetbaar, hè. Wat je zou doen normaal, is hier een pot met warm water rondzetten, hè, met een gekende temperatuurthermometer erin, en dan metingen doen, liefst al afkoelend, en dat maakte dat die proef zo lang duurde, bij 80 graden, bij 70 graden, bij 60 graden. En je moest dat van nature laten afkoelen, hè. Je kunt wel zeggen, ik doe dat wat rapper, maar dan gaat dat niet nauwkeurig gebeuren. Door dat langzaam te laten afkoelen, weet je ook dat heel die pot water ongeveer dezelfde temperatuur heeft. Als je er zelf koud water zit bij te kappen om dat wat rapper te krijgen,
dan trekt dat ook niet veel. Het al opwarmen doen, door hier een kolf te zetten met een bunsenbrander, is ook niet goed. Want dan gaat de onderkant van dat water al warm zijn, en bovenkant niet. Ja, en wat is dan de temperatuur van dat gas? Dus dat leek eigenlijk nergens naar. Dus tot zover de ouderwetse proef.